beetje het idee wat ik bij het eerste keer starten van de vrees had van tevoren. Maar in de praktijk bleek het niet meer dan gewoon de stekker in het stopcontact steken. Na weken van klussen is nu de vrees dus eindelijk klaar. En kunnen we van het weekend gaan beginnen met het maken van de eerste mallen. Nieuwe vrees is een behoorlijk stuk groter geworden. Het vreesbed hebben we gemaakt van Trespa. Een lekker stevig materiaal dat goed tegen krassen kan. Het aluminium plaatje is het oude vreesbed. Dit geeft een goede impressie hoeveel groter de nieuwe vrees is geworden. Het vergroten van de vrees was stiekem een hele klus. Er kwam naast een hoop denkwerk, onder andere lassen, construeren, zetten en zelf draadtappen bij kijken. Na het verlengen van de bekabeling konden we voor de allereerste keer de vrees proberen. Aankomend weekend kunnen we dus beginnen met het frezen van de eerste kielmallen. Benieuwd hoe het project verder gaat? Kijk de volgende keer naar Slow Motion op Watersport TV en abonneer je op het kanaal.